De voor vandaag aangekondigde acties op Kerkplein. Daar is er wel een groep burgers naartoe getogen om hun misnoegen kenbaar te maken. Weer anderen hebben de acties ondersteund door luid te tuteren, door rondjes te maken hier op de Kerkplein. Maar dat stukje fysieke aanwezigheid, dat is voor grote delen toch uitgebleven. Maar desalniettemin, zegt Safira Yesrin, als ook de anderen die geprotesteerd hebben, de boodschap is duidelijk. En dat is dat de regering, dat het volk nu opgezadeld zit met een belasting welke zij maar moeilijk kunnen betalen. We voeren nu naar dit verslag. U zit hier, waarom? In verband met de wegenbelasting. We zijn vorig jaar zijn we begonnen omdat ze bezig waren met die wet in DNA. En we zijn vorig jaar begonnen om aan te geven dat we het niet eens zijn met die wet. Omdat het eigenlijk een soort dubbele betaling is. Hè? Het is al opgenomen in de government take, in de benzine. En wij vinden dat wij niet dubbel willen betalen. Ja toch? Het punt is niet dat we niet willen betalen. We willen het betalen. Maar het geld gaat niet naar de wegen, want dat hebben ze al aangegeven. Ze hebben aangegeven dat de 10% van de opbrengst gaat naar de wegen. Wel, ik ga je zeggen, mij wegmaak je niet voor die 10%, hoor. Laat staan de rest van Suriname. Dus het is niet een kwestie dat we niet willen betalen. We zijn bereid om te betalen, maar niet op deze manier. En een ander punt is ook, ze hebben hun zaakjes nog niet eens op orde. Toch? De helft van ons weet niet eens wat de boete is. De politie weet nog niet wat ze moeten doen. Dan heb je je zaakjes toch niet op orde. Dus ze moeten eerst maar hun huiswerk goed gaan maken. En dan mogen ze terugkomen. Over hoeveel auto's gaat u moeten betalen? Ik heb maar één hoor. Ik heb één auto. Kijk, sommige mensen hebben er 3 of 4, maar dat is hun probleem. Maar ik heb één auto. Ja toch? Dat is net wat ik zeg. Ik vind het niet erg om te betalen. Maar als ik kijk naar de wegen, nou, ik vind het verschrikkelijk. Dus als ze wat transparanter zijn en duidelijk aangeven, dan zegt u geen probleem, dan betaalt u wel. Klopt, maar weet je waarmee ik het vergelijk? Als je naar de Chinees gaat en je komt bij de kassa en je moet 100 SRD betalen. Dan zie je toch waarvoor je betaald hebt. Maar bij deze gasten zie je niet waarvoor je betaalt. En dat is het probleem met die betaling van die wegenbelasting. Het gaat niet om die 100 SRD. Het gaat gewoon om het principe. Men is niet eerlijk. Daar gaat het ook om. Wat zeggen de lange rijen aan u die we zien in heel wat bij de EBS, bij de Telesuur? Weet je, dat zegt al dat het volk verdeeld is. Hè? En meneer Bouters is constant bezig het volk te verdelen, op welke manier dan ook, maar dat zien we dus ook. Toen wij vorig jaar de mensen op hebben geroepen om actie te komen voeren, is men niet geweest. We hebben nog een x-aantal keren opgeroepen, mensen zijn niet geweest. Het grappige is, wij wilden de mensen oproepen om massaal te gaan betalen. Maar je ziet het nu, er wordt ook massaal betaald. Maar als deze groep mensen, die nu allemaal in die rijen staan, vorig jaar hier hadden gestaan, was dit helemaal misschien niet nodig geweest. Dan was die druk van die samenleving al groter geweest. Maar goed, als men ervoor kiest om 3 uur in de zon te staan, in plaats van 2 uur actie te voeren, ja, zo be it. Dan moeten mensen dat maar doen. Maar het is hun eigen keuze, hoor. Het is hun eigen keuze. Ik kan niet aan mensen zeggen wat ze willen en wat ze niet moeten doen. Wij zijn met vakantie hier, maar ja, we dachten we gaan toch even kijken als er genoeg mensen meedoen aan zo'n betoging. Hè. Maar ja, het is wel jammer, er zitten haast geen mensen hier. En u, ondanks dat u in Nederland woont, ondersteunt u de actie? Zeker weten, we zijn ook Surinamers, we zijn ook hier geboren. En het doet je ook wat, hè? Ja, sowieso. Ik leef ook met de mensen hier mee. En ja,
Dus ik zit ook 100% achter hun. Ja, maar vaak genoeg hoor je mensen kritiek leveren en zeggen dat men in Europa, met name in Nederland, wel bereid is om voor alles te betalen. Ja. Maar zodra het in Suriname aankomt op betalen, zit het volk maar te klagen. Deelt u ook de mening? Ja, maar kijk, in Nederland betaal je wegenbelasting. Maar de wegen en de voetpaden zijn zo mooi geregeld, dat je ook plezier hebt om te betalen. En hier zie je dat de wegen heel erg kapot zijn. Ja toch? En nog steeds. Dus dan, waarom moet je wegen belasten? De wegen moeten eerst goed gemaakt worden. En dan kan je wegenbelasting betalen. Maar dat gebeurt niet. Ja. Ja, dus had u op dit moment in Suriname gewoond, had u dan betaald? Nou ja, kijk, het is iets van de overheid. Je moet sowieso betalen, anders kan je straks niet op de weg rijden. Vooral als je met je auto naar je werk moet en zo. Als je afhankelijk bent van je auto, dan moet je sowieso betalen. Maar ja, het is toch aan de ene kant heel oneerlijk, omdat als je naar de wegen kijkt, die wegen zijn niet 100%, want er zitten heel wat grote gaten in de weg. Dus wat adviseert u de regering? Oké, mensen kunnen wegenbelasting betalen, maar de wegen moeten echt goed in de korte termijn goed gemaakt worden. Hebben we gesproken met? Met Ronald Sitaal. Dankjewel, heer Ronald. Ja, u ook, hè? Dankjewel. Om luister bij te zetten bij het protest. En als ondernemer, voor hoeveel auto's gaat u moeten betalen? Nee, ik betaal niet. Ik ga niet betalen. Ik zou voor één auto moeten betalen, maar ik ga niet betalen. Dus u bent bereid in te staan voor de consequenties? Ja, ik ben vrijpostig, ja, dat klopt. En ik durf het een en ander wel. En ik kan veel incasseren, maar ik kan ook veel toebrengen. Hè. Maar even serieus te zijn. Wat er nu gebeurt, is heel erg belangrijk voor onze historie. Nog nooit eerder in de geschiedenis van Suriname zijn burgers in zo'n mate in opstand gekomen tegen de inning van belastingen door de overheid. En dat geeft aan dat grote delen van de bevolking van Suriname niet eens zijn met het beleid van de regering. En zeker niet met de belastingen. Ja? Of ze nou vandaag gaan betalen, morgen gaan betalen of de laatste week betaald hebben, dat geeft eigenlijk aan dat mensen onder protest betalen of niet in staat zijn geweest om het geld bij elkaar te krijgen om te betalen. Ja? En er zijn van de mensen die zeggen van ja, maar overal ter wereld betaalt men, waarom willen wij in Suriname niet betalen? En er zijn allerlei argumenten van waarom mensen niet willen betalen. Ja? Kijkt u, rijtuigenbelastingen hebben we heel lang betaald in Suriname. Ik heb toevallig wat meegenomen. Je ziet hier een penning van een boertje Waji uit 1962. Dat geeft aan dat er toen reeds sprake was van rij- en voertuigenbelastingen. Ja? Op een gegeven moment heeft een regering besloten om dat af te schaffen of op te schorten. Dat is de frontregering. En dat was dacht ik in na 2005, 2006. Er waren argumenten daartoe. En toen waren geen goede argumenten omdat men het zo leuk vond om de bevolking wat kwijt te schelden. Nee, er waren zwaarwichtige argumenten omdat op dat moment men allerlei andere toeslagen had gebracht op geïmporteerde brandstoffen. En dat heeft men, om dat mee te compenseren, heeft men toen dus die rij- en voertuigbelasting ingecorporeerd in de prijs dus van brandstof. Maar dan komt de bevolking in opstand, althans een deel, waaronder de huidige president, toen oppositieleider. En zij beloven dat wanneer zij aan de macht zullen komen, dat ze de Maupura Air Government take van vinden. En wat heeft hij juist gedaan? Hij heeft twee keer nog extra government take toegepast op, de op brandstoffen. En nu komt men nog met nog een extra, een dubbele heffing. En dat is dus dit wat we nu hebben. Ja?
En ze hebben het ook geprobeerd in 2010, 2011 door te voeren. En toen hadden we ook een actie op touw gezet. En toen is het met de sisser afgelopen, maar hebben we niet door kunnen voeren. Maar wat er nu gebeurt, ik vind het knap van de bevolking. Ook al zijn er met zoveel hier, maar je zit op sociale media als één. Je ziet het ook aan de rijen. De rijen die je allemaal ziet overal. Het zijn in principe protestrijen. Dat mensen het wel gaan betalen morgen. Ja? Weer andere mensen vinden van ja, maar dat zijn de mensen die onwetend zijn. Dat ze dubbel en dwars nu genomen worden door deze overheid. We betalen in feite voor de luxe huishouding, hofhouding moet ik zeggen, van Boutersen en Boefdraad. Daarvoor betalen we op dit moment. En u zegt wat u daar ziet, dat is niet dat de mensen toch op het laatste ogenblik gehoopt hadden dat het niet meer hoefde of dat men niet zou hoeven te betalen? Ja, dus de mensen hebben hoop gehad dat er oplossing zou komen, dat het misschien niet door zou gaan of wat dan ook. Want wie gaat nou wachten tot het laatste moment? Ik zou dat ook niet willen doen. Ja, ik doe dat niet. Ik heb dat geld om te betalen, maar ik betaal niet. Dat is mijn protest. Laat de overheid zien, wanneer ze vandaag een telling zullen houden, dat zaken gaan evalueren, hoeveel procent van de bevolking wel betaald heeft en hoeveel niet. En zij die niet betaald hebben, dat zijn de harde protesteerders. En zij die in de laatste dagen betaald hebben, dat zijn de mensen die morgen betaald hebben, of niet in staat zijn geweest, of niet in staat zijn om het geld bij elkaar te brengen. En dat is een indicatie van hoe geweldig het gaat in dit land. Welk advies had u dan aan de regering? De regering moet bij zichzelf ter rade gaan. Maar dat willen ze niet doen, omdat deze regering alleen maar aanzet vanwege één reden. En dat is dat Bouter zichzelf in stand wil houden en wil overleven in het politiek klimaat. En iedereen die hem daartoe wil ondersteunen, en ieder die maar even een handje wil helpen om hem aan de macht te houden, die wordt met alles en wat beloond. Of het nou een perceel is en niet met geld of voorzieningen van hemzelf, maar met voorzieningen van ons als gemeenschap. Dus wat men nu om een voorbeeld te geven. Men neemt belastinggeld, van belastingbetalers dus, en koopt daarmee pakketten en subsidieert haar eigen aanhang overal in allerlei buurten. Dat gebeurt. Dus zoals de Amerikanen zouden zeggen, it's a bad thing to take money from the rich and give it to the poor. It's a bad thing, it's bad policy. Omdat juist de mensen die dat geld hebben, de ondernemers die we allemaal hebben, die moeten zorgen voor industrialisering. Die moeten zorgen voor werkgelegenheid. En niet de overheid. Want de overheid is al zo uitgedeeld, zoveel 50.000 ambtenaren, dat is een lompe massa geworden, tot niks in staat. En daarom krijgen we deze toestanden. Weet je wat er daar gebeurt? Hoe laks het volk is, dat het volk... Het doet ze niks. Want kijk, ze hebben eind van de maand, de man verdient de money. Huh? De man is de money, salaris stort, de mijlongo paya wegenbelasting. De vijfde, de na money moro. De sopsa, de molon begi, inawa 1000 kolufleun mi inawa, dat is dat opsa. Dus ik zeg van, die mensen, ze worden verplicht om bepaalde onkosten te doen, wat niet nodig is. Maar heeft u al zelf betaald? Ik betaal niet. Ik weiger te betalen. Ik zeg, weet je waarom ik weiger te betalen? Ik zeg, er loopt nu momenteel een rechtszaak tegen de staat in verband met wegenbelasting. Deze man Boutersen, er loopt ook een rechtszaak tegen hem, maar die man loopt nog steeds vrij rond. Dus die man is niet gearresteerd tegen omdat er een rechtszaak loopt. Als er een rechtszaak tegen iets loopt, dan kan je onmogelijk zeggen van, ik ga betalen omdat ik moet betalen. Nee, er loopt een rechtszaak. Wettelijk is het wel bepaald. Maar ik zeg van, als Boutersen vrijloopt. Ze hebben een eis van 20 jaar tegen hem. Ja? Dan zeg ik van, waarom zou ik mijn wegenbelasting gaan betalen? Omdat Boutersen dat vindt dat ik wegenbelasting moet gaan betalen. Maar wat vindt u waar is al het geld naartoe? Maar wat vindt u ervan dat hetzelfde DNA... Wie het volk heeft ze daar geplaatst. Mm-hmm. En nu hebben ze dit voor het volk.
voor elkaar gekregen. Ja. Wat vindt u daarvan? Maar kijk, dit is een teken van, kijk, wat ze nu bezig zijn te doen, deze regering, is, ze denken dat ze 2020 nog volop een stemmen zullen krijgen. Maar je moet nagaan, kijk, het Surinaams volk is een volk die, ze zijn stil, ze lijden hun lijden. En 2020, wanneer ze in het stemhokje zijn, dan denken ze van, ik ga je afstraffen met die rode potlood. Dat is het. Maar tegen die tijd moet je nagaan, weet je hoeveel doden zullen vallen. Kijk, ik zeg het je eerlijk, momenteel hebben ze trick gezet bij de centrale bank. Huh? Wat er gaat gebeuren is dat op een gegeven moment ze gaan monetair gaan financieren. Wat we gaan krijgen is die koers die gaat verder omhoog. De prijzen in de winkels gaan stijgen. Jij rent om je wegenbelasting te gaan betalen hier. Dat is al iets, een minpunt. Het is al koopkrachtverlies. Wanneer de prijzen in de winkels stijgen, is ook weer koopkrachtverlies. Wat gebeurt er met ons land? Wat gebeurt er met het land? Het land gaat de verdoemenis in. Dus die mensen kunnen het nog niet zien. Kijk, wat je ziet is een fake economie. Een lean, het is een lean gedrag. Ik lean, ik blijf leanen en ik blijf leanen. Want momenteel willen ze weer leanen van de centrale bank. Dat is het, want ze kunnen nergens meer leanen. We kunnen niet meer leanen in het buitenland. Dus het is eigenlijk al afgelopen. Het is, want het volk weet het nog niet dat het gebeurd is. Het is gebeurd met het land. Als we zo door blijven gaan en we produceren niet, is het afgelopen met Suriname. En ik zie geen productie. Wat groeit er hier? Want hij zegt, hij wil een voedselschuur van Suriname maken. Wat groeit er hier dat niet in Brazilië groeit? Wat groeit er hier dat niet in Venezuela groeit? Wat groeit er hier dat er niet in Guyana groeit? Huh? Waarom zouden onze producten, ja, beter zijn voor het buitenland om in te kopen dan het product van Brazilië of het product van Venezuela? Waarom? Als onze energieprijzen stijgen, wat gebeurt er? Onze productieprijzen gaan omhoog. Dus automatisch, wat doe je? Je kilt jezelf. Je kilt jezelf uiteindelijk. Gaan we er allemaal onder lijden. Mensen die er niks mee te maken want hebben, want voetgangers denken van ik heb geen auto, dus ik minepa belasting. Ja, je betaalt ook mee. Want het vracht die zich in die, je moet naar die levensmiddelen die in die winkel zitten. Dat zijn allemaal levensmiddelen die met vracht vervoer daar naartoe. En ze moeten ook nog voor die vrachtwagens betalen. Dus ze calculeren het in de prijs in. Dus Asana, ik zeg van, die voetganger, iedereen betaalt. Dus uiteindelijk, Asana de. Uw aanwezigheid hier? In feite eigenlijk is het mijn burgerplicht. Ja, als voorzitter van de ABOS is het ook mijn burgerplicht. Ik voel het ook in mijn zak. Ja, te meer, ik denk dat de ondernemers het ook voelen. De reden waarom ik dat zeg, is dat ondernemers nu ook hun handen boven hun haar zetten. Ze hebben dan zoveel machines, zoveel auto's, zoveel pick-up trucken. En hun zeggen ook van, hun zelf hebben dan de bezwaarschriften ingediend. En zeggen van, als we het nu moeten betalen, dan gaan ze dan afvloeien. En wat krijg je dan nu? Je krijgt dan werkloosheid. Te meer. Wij hebben ook politieagenten en militairen die ook bezwaren tegen hebben en die ook hebben ingediend. Je vraagt jezelf af, waar ga je naartoe? Is dit wat de president bedoelde van slapeloze nachten? Ik denk van wel. Nu moet het dan blijken aan de samenleving wat hij al die tijd bedoelde. Je kan ons niet steeds door horen zeggen van ja, Suriname wordt een Dubai. En dan, we gaan een tram krijgen en dan wordt het een voedselschuur. Is dit een voedselschuur? Hoe gaat de kleine man doen als een kleine man je huurhuis moet gaan betalen? En tegelijkertijd deze belasting moet gaan betalen. Ja toch? Waarvoor gaat hij kiezen? Zijn huurhuis. Want anders gaat hij of zij met hun kinderen op straat. Hebben ze dan niet daarover nagedacht? Ja toch? Ik vraag mezelf af. Hun verdienen duizenden per maand. Parlementariërs, tussen aanhalingstekens zie ik. Want een parlementariër is niks anders dan volksvertegenwoordiger. Je vertegenwoordigt het volk
En je dient niet daar in de DNA in het huis des volks te gaan zitten en je vinger te gaan opsteken voor een paar kloten. Sorry dat ik het zeg. Voor mij, dus, ze hebben geen waarde. Ik denk dat God zelf zichzelf verspijt om deze elementen op aarde te zetten. Als je zegt, als de president niet durft te zeggen van president is een gift van God, dan weet ik niet waarmee hij bezig is. Hij kan zijn eigen woorden zelf niet nahoren. Dus ik vind van, het is mijn burgerplicht. Ja? Het is ook, ik voel het ook in mijn budget. Ik voel het ook voor mijn kinderen. Ik voel het ook voor mijn naaste te meer als Surinamer. Ik ga dit niet pikken. De rechter heeft de uitspraak nog niet gedaan. Het is uitgesteld naar 13 maart. De regering moet dan nu dan komen om te praten. Ja? En na 13 zullen we zien. Nu, er is nu, kijk, mijn telefoon zit al de hele dag te rinkelen. Zelf, ik vraag mezelf af, waar gaan wij naartoe? Het ligt nu, tenslotte zeg ik, dit is mijn opinie, samenleving, het ligt aan de samenleving. Dit is precies als je naar die film kijkt van de ants en de grasshoppers. Wij zijn de ants. Wij moeten die eten voor deze grasshoppers zetten. Wat voelen ze het niet thuis in één partij, springen ze dan in een andere partij. Maar hun zakken worden goed en flink vervuld. What about ons? Je geeft ons dan een pakket. 100 zoveel. Gaan ze niet die pakket kunnen kopen als ze dan de belasting moeten betalen? Come on. Ze hebben vanmorgen nog een politieke stunt uitgehaald. Het verbaasde mij. Jarenlang konden ze de bushouders niet betalen. Plotseling kan je wel. En met die gelden moeten zij dan de belasting gaan betalen. Wat hebben ze over? Krijgen ze dat geld terug? Ja, dat doen ze zelf. Maar dan gaan ze dat. Deze regering brengt verdeeldheid. Ja? Dit is onheil stichten in jouw eigen huis. Je bent vader des land. Je kan dat niet doen. Je zegt ons nu, je hebt ons eerder gezegd, we zijn lui. Wij werken 2-3 banen. Weet je hoe wij onszelf uitsloven totdat onze kinderen... We hebben geen tijd voor onze kinderen. Onze kinderen, als je niet goed uitkijkt, worden ze criminelen. Omdat je geen tijd hebt als ouders om toezicht te hebben. En, maar doe de krant open, dan ga je zien. Jonge kerels, jonge meisjes doen al aan prostituees. Omdat je dan geen toezicht meer hebt. Hun als ouders dien je dan warmte te geven aan je kinderen. Nu moeten we 2-3 banen dan doen. Als we thuis aankomen is het dan 11 uur, 12 uur in de avond. Je kinderen zijn er niet. Je hebt zelf geen tijd om te vragen waar ze zijn. Come on, wat is Suriname nu geworden? Wat heeft deze regering toch van Suriname gemaakt? 17e rijkste land. Laten we even eerlijk zijn, de kinderen zijn de toekomst van morgen. 29 parlementariërs die daar zitten, of 28 die zij daar hebben. Ja toch? Hoeveel verdienen zij? Waarom halen ze die gelden dan niet daar? Die spookambtenaren, die ex-ministers die gelden hebben gestolen. Zeg waar ze zijn, laten zij dan de boete van... Kijk, de regering, niemand, de samenleving heeft de regering niet gevraagd of gezegd om à la dol schulden te gaan nemen. Problemen van de regering moet niet het verdriet van de samenleving zijn. Het is puur dat je dan, dit is puur mensenrechten schending. Ik hoop dat de rechter naar eer en geweten rechtvaardig een uitspraak doet. Want ik denk dat als zij deze leendemonen de voorkeur geven, niet, ik zeg leendemonen, ze houden van lenen, ja, ze hadden geen geld van Nederland nodig, noem maar op, maar à la pressie, wat kan je leen, money, ja, en die leugengeesten die ze zijn. Ze kunnen het volk gewoon weg van de hak naar de tak sturen en doen wat ze hebben willen. Samenleving, het is nu de macht ligt aan ons. Ja? Touwtje zou zeggen, de pura is riketi no visi, no niki, maar de kiranga systeem. Denk ernaar, wij worden de dupe ervan. Je wordt onder druk gezet om te gaan betalen. Hoeveel belastingen heb je al betaald? Come on, je moet verzekeren. Ja toch? Stel je voor, je verdient 1500, 2000. Je betaalt een huurhuis. Je moet eten. Ja toch? Nu moet je belasting gaan betalen. Je krijgt een gift van je ouders om als vervoer te gebruiken. En sta na serieus, Rawagi. Je komt niet uit. Je komt echt niet uit. En dit is mijn plicht. Ik ga altijd mijn stem laten horen. Ik heb altijd gezegd, ik ben hardhandig. Als het niet makkelijk kan, gaat het hardhandig. Dus we moeten oppassen.
moeten meer komen weiners ook. We moeten rij- en voertuigenbelasting betalen. Maak die wegen. Doe de infrastructuur. Kijk maar naar die wegen. Kijk maar naar Alkmaar. Kijk maar naar Toetlivo. Kijk zelf Zwarte-Hoevenbrugstraat. Doe dat eerst. Maak gestructureerd plannen. Maar nu kom je het volk onder druk zetten met een mes op onze keel. Wat wordt er dan van ons? Hebben ze dan niet genoeg gehoord van criminaliteit? Zelfmoord? Huisvredebreuk? Dit zijn deze dingen. Dit is realiteit. De man ergert zichzelf omdat hij kostwinnaar is en kan niet meer. De vrouw kan het ook niet meer en zoekt dan een oplossing voor een betere toekomst. Is dat wat de president wil? Is dat wat deze regeringen daar wil? Van u wordt gezegd dat sinds u in de PRO bent, we niets meer van u horen. Ik weet niet of dat helemaal waar is hoor. Zelfs voor de PRO heb ik al mijn prioriteiten anders ingericht. En dat had ik ook laten weten. Tenminste, ik ben niet in opdracht van mensen gaan beginnen met protesteren. Dus ik denk niet dat ik opdracht van iemand zou moeten krijgen of toestemming om mijn prioriteiten anders in te richten. Maar wat doet de heer Hofix vandaag hier aan de Kerkplein? Ik ben het protest komen ondersteunen. Ook ik ben geen voorstander van het betalen van de rij- en voertuigenbelasting. En daarom ben ik hier. En wat zegt de rij aan de overkant aan u? Dat we in Suriname nog te veel over ons laten lopen. Het is jammer. Maar ik zeg, ik ben niet tegen het betalen van belasting. Tegen bent u dan wel? Ik ben tegen het moment en de wijze waarop. Ik bedoel, er zijn zoveel andere dingen die prioriteit genieten. De vrouw van de president wordt betaald. Er zijn zoveel adviseurs, geestelijk adviseurs voor van alles en nog wat. Er zijn ministers die gewoon door worden betaald nadat ze 12 maanden waren. Er zijn dubbele salarissen. Er zijn zoveel dingen waar de regering met impact een juiste voorbeeld kan geven aan de samenleving om haar kosten te beheersen. Er is een begroting ingediend die buitensporig is. Dus er zijn heel veel zaken die anders aangepakt moeten worden. En waar komen ze? Bij de burger die het al moeilijk heeft. En niet gewoon moeilijk door het toedoen van deze regering. Dan vind ik het ongehoord en het is onbehoorlijk bestuur dat je juist bij de burger komt om zaken door te drukken waar grote delen zich tegen verzetten. En deze zaken zullen ook hun verdere doorwerking hebben. Het zal inflator werken op goederen en diensten. Alles in de winkel is al duur. De salarissen zijn niet evenredig toegenomen. De koopkracht is al volledig aangetast. Dus wat wil je? Wil je door blijven uitbuiten ten koste waarvan? Waar moet het stoppen? What's the next thing? Maar betalen wij niet voor meer ontwikkeling van het land? Als we gaan kijken in cijfers kan ik het niet uitdrukken. Maar deze regering heeft behoorlijk wat inkomsten gegenereerd. En wat heeft ze daarmee gedaan? Het rendement, je ziet het, is een totale puinhoop. Een financieel chaos. Je ontslaat een governor om een andere poppet daar te plaatsen. Zo anders kan ik hem niet betitelen. Ik kan nu al zeggen dat ik niet veel verwacht. Want als je aangeeft dat de overeenkomst die toen is gesloten met de heer Gersi niet meer van toepassing is, omdat de situatie met 2016 verschilt van 2019, dat is weer een leugen. Er is niets veranderd. De koers is even hoog. De SRD is evenveel in waarde afgenomen. Dus het is stabiel gebleven op het negatieve. Het is niet stabiel positief geworden. Het is even slecht als toen. Het is niet verbeterd. Als het is verbeterd, is het voor hun verbeterd, maar niet voor de samenleving. Dus om nu te komen met een maatregel om eigenlijk zeggen ze het niet eens indirect, we gaan monetair financieren. En we weten wat het gevolg is geweest van de 1,8 miljard, welke door hoefdraad is gepompt in de economie. Die mannen staan weer op het punt om de samenleving te beroven van haar koopkracht. En u gaat dus niet betalen? Nee, ik heb niet gezegd dat ik absoluut niet ga betalen. Ik ga betalen als de samenleving, als overgrote delen van de samenleving betalen. Dan is het lastig voor de mensen die niet hebben betaald. Dan gaat de regering sancties kunnen opleggen en kunnen optreden. Maar als overgrote deel niet betaalt, dan zie ik het onmogelijk voor de overheid om tegen grote delen van de samenleving sancties op te leggen. Dus ik zeg aan de mensen niet betalen. Er is nu door die rechtszaak, welke door de streeks aangespannen, ook een bepaalde ruimte tot 13 maart, volgens de nieuwsberichten. Dat mensen gewoon moeten wachten tot het einde om te weten waar wij staan, de groep mensen die hebben betaald en de mensen die niet hebben betaald en waar het naartoe zal hellen. Dus als je het niet mee eens bent, zeg je gewoon niet betalen.
uw aanwezigheid hier op Kerkplein? Ja, natuurlijk. Ik moet hier zo zijn. Zeker weten. Het gaat helemaal niet goed in het land. Surinamers worden als het ware op een hele sluwe manier verplicht om belasting te betalen. En dat er ook nog van agenten wordt gevraagd om die controle uit te voeren. Dat, ik bedoel, sinds wanneer hoor je dat? Alleen in Suriname is dat mogelijk. Dus als ik mijn belasting betaal of niet, agenten moeten dat controleren. Het is absurd. Het is echt absurd. Ik kan me niet voorstellen dat één dat die wet is goedgekeurd. Dat gaat mijn verstand te boven. Het lijken wel 26 ja-knikkers die maar doen en geen rekening houden met het volk. Maar juist toen men bezig was met de wet, zou men toen niet geprotesteerd moeten hebben? Ja, sowieso. Maar ik denk de protesten waren er ook. De protesten zijn niet nu gaande. Maar ik denk dat besef bij het Surinaams volk, dat is nu. Weet je, en het is triest wat men doet. Het is echt zielig. Ik zit me echt af te vragen als deze regering trots. Ben je trots? Zijn jullie trots erop van wat er gebeurt? Echt waar, het is verschrikkelijk. Waar is je hart voor het volk? Dat is echt wat ik me afvraag. Ik bedoel, je hebt betere tijden beloofd. Waar zijn die betere tijden? Laten we even eerlijk zijn. Word je niet moe van jezelf? Maar wat vindt u ervan dat terwijl hier een groep staat te protesteren, er wel andere burgers aan de overkant zijn die netjes in de rij staan om te betalen? Kijk, aan de ene kant snap ik. Hi. Ik snap wel van waar dat komt. Het zijn mensen die. Weet je, het is al moeilijk in het land en je wilt niet nog een boete erop. Weet je, je wilt niet een boete betalen omdat die wet is aangenomen. Weet je, dus het zijn mensen die daar rekening mee houden. Maar ik zeg, het Surinaams volk moet gaan beseffen dat die power in onze handen ligt. Ik bedoel, wie heeft die parlementariërs daar geplaatst? Dat zijn u en ik toch? Dus, als ze het niet goed doen, moeten we massaal op straat komen en zeggen van luister jongens, jullie doen het niet goed. Maar wij hebben jullie daar geplaatst. Het is niet dat je moet doen wat de regering of dat van hoger hand komt. Nee, je moet doen wat het volk wil. Want om het volk zit je daar. En om niets en niemand anders. Het moet duidelijk zijn aan deze regering. Je zit niet daar voor jezelf. Absoluut niet. Wanneer gaat u betalen? Ik ga niet betalen. Ik heb niet betaald en ik ga ook niet betalen. Dat staat vast. Ik ga niet betalen. En u bent bereid in te staan voor de consequenties? Absoluut. Wat voor consequenties? Ik ben het niet eens met die wet. Dat is, en weet je, en als je ook kijkt naar hoe de zaken gaan. De mensen staan in de rij. Er wordt niet, dus dat hart, waar ligt dat hart voor het volk? Die mensen staan uren in de zon. Je vindt de mensen moeten het gaan betalen. Ze moeten gaan betalen. Verschillende incasso-kantoren, daar moet men het gaan betalen. Maar heb je rekening gehouden met die drukte? Vinden ze het niet erg dat mensen in de zon moeten staan? Om dat te betalen. Ik bedoel, en ook al sta je daar, je komt aan de beurt, blijkt er zijn geen stickers. Dus ik zit me ook af te vragen, wat voor beleid stippel je uit? Je wil komen met iets, het lijkt wel een moneymaking business, als je zo ernaar kijkt. Maar als je een bromfiets... Er is helemaal geen structuur. Als je een bromfiets heeft, hoef je niet te betalen. Overweegt u dus om een bromfiets te kopen? Meneer, ik moet eerst geld hebben om een bromfiets te kopen. Ik moet eerst geld hebben om een bromfiets te kopen. Weet je, maar ik denk een van de belangrijkste vragen die men moet stellen is, wat is het doel hiervan? Toch? Wegenbelasting, oké. Okay. Maar met welk doel? Wat wil je doen ermee? En ga je het daadwerkelijk doen? Want tot nu toe heeft deze regering bewezen dat ze doen niets met dat geld. Die ze halen vanuit of zitten te plukken vanuit het volk. Ze doen niets met dat geld. Ik zit me echt af te vragen. Weet je, kom en presenteer wat je met al dat geld doet. Kom het presenteren. Wat doe je met dat geld? Dat is heel belangrijk. Voordat je bij me komt en me komt als het ware verplichten om iets te betalen. Kom me eerst vertellen, wat ga je doen ermee? En je moet niet met de 10% rotzooi op me afkomen. Want kijk naar de straten van Suriname. Is 10% genoeg? Dus de domste gans die weet zelf van die 10% is niet genoeg. Maar waarom gaat het door? Met welk doel druk je dat door? Dus, dus
is duidelijk dat het niet naar die wegen gaat. Sorry hoor, maar het is duidelijk dat het niet naar die wegen gaat. En nogmaals, ik betaal die belasting niet. Ik geloof erin dat die power ligt bij het Surinaams volk. En ik denk echt dat die Surinamers niet bang moeten zijn. Wij als Surinamers, we moeten niet bang zijn, maar we moeten opkomen. Want als je dit gaat pikken, waarmee komen ze dan morgen? Waarmee gaan ze dan morgen komen? Ga je dan weer in de rij staan? Ik bedoel, waar is je eigen, waar is je dignity? Dat je in de zon staat. Denk je niet aan jezelf? Waar gaat dat? Houden we geen rekening als Surinamers? Houden we geen rekening meer met onszelf? Is dat niet belangrijk? Echt, wij Surinamers moeten echt gaan nadenken van wat willen we. En het is belangrijk, kom op straat. Laat je stem horen, het is genoeg geweest. Deze regering, echt sorry hoor, maar regering, jullie mogen weg. En ik denk dat we een punt hebben gemaakt. Wij zijn ontevreden over de belastingmaatregel, de manier waarop het geïmplementeerd wordt, de onderbouwing, het systeem. En dat hebben we altijd al gezegd, maar goed, het is een wet. En we wilden eigenlijk vandaag zeggen van luister, ja, we komen wel, maar onder protest. En dat hebben we vandaag gedaan. En wat naar vandaag? Nou, ik krijg nu verschillende berichten binnen dat de politie net heeft aangegeven dat ze geen sancties gaan treffen tot tenminste 13 maart. Ik heb het zelf nog niet gelezen. Ik denk dat de regering nu wel echt moet gaan handelen en bij zichzelf te raden moet gaan over hoe verder. Want kijk, de chaos is eigenlijk compleet nu. En het gaat allemaal om één belastingmaatregel. De samenleving, Surinaamse burgers, bestaan uit tenminste 600.000 mensen. Nu heb je ongeveer 20.000 mensen met een bezwaarschrift in de hand. Je hebt een groep die al betaald heeft. Je hebt een groep die nu nog in de rij staat. Je hebt een groep die wil betalen, maar weigert in de rij te staan voor 4 à 5 uur in de zon. En je hebt een groep die zegt, ik betaal het gewoon pertinent niet. Het is chaos alom. 4 verschillende grote groepen. Wie moet dit allemaal organiseren en regelen? Dat moet de regering doen. Dus de regering heeft gefaald, het parlement heeft gefaald. Want anders heb je niet zo'n grote verdeeldheid in je samenleving over één belastingmaatregel. Het is een simpel ding eigenlijk. Dus de regering moet nu bij zichzelf te raden gaan, hoe ga ik dit oplossen? Want anders zouden er niet zoveel ontevreden burgers rondlopen.